Hallo dames en heren en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2010 The Career Mode. We gaan naar verder in China, ronde nummer 4 en aflevering 4. Als je aflevering 3 gemist hebt in Maleisië, dan zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze kan zien. Dat kan rechtsboven dit i'tje, klik erop en dan zie je de aflevering schijnen. En ben je nieuw op het kanaal en meer wekelijkse aflevering van F1 2010 The Career Mode zien? Ram dan op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op aan zodat je een enkele video van mij mist. We gaan vandaag dus verder in... Ja, China dus, ronde nummer 4. Daar zie je het dus ook in beeld. Race 4 in China, Shanghai. En dan gaan we gewoon beginnen met de practice namelijk. Het is wat bewolkt, maar er is geen regen voorspeld gelukkig. Wat alleen maar goed is. So we're gonna run a performance test this session. See if you can beat the target time. Oké, Rob zegt ja, we gaan dus een performance test doen. We had a good result in the last race. Let's try to better it this weekend. Zullen we zeker doen. Ja, we moeten dus die test zien te voltooien. Let's fire up the engine. En we gaan ook proberen om die tijd dus... Ja, Rob, dat heb je al gezegd. Om dus die test weer goed te weerstaan. Limiter uitgezet. Oh, die eerste bocht is hier wel irritant. Ik heb ook in deze Marussia weinig downforce. Dus het wordt voornamelijk worstelen met de bochten. En dat zie je hier ook, want ik moet hier eigenlijk veel eerder op de rem trappen dan dat ik gewend ben in F1 2019, de career mode. Daar kon ik heel laat remmen en dat kan hier dus niet. En dan gaan we gewoon beginnen bij ronde nummer 1 van de R&D test. Research and Development test. Net als in F1 2019, alleen toen waren er practice programs. Hier is dat dus niet. Ik heb wel heel veel moeite met die eerste bocht goed te nemen. Want we missen gewoon downforce. En dan schiet ik hier niet door. Bijna wel een spin, maar dat is geen probleem. En dus kunnen we onze weg vervolgen. Onze target is een 1.55.2. Ik denk dat wij daar ruimschoots onderschieten. En wij zetten een 1.41.3 neer. Mooi. Dat is dus de beste tijd die we tot nu toe laten noteren. Bij de practice R&D programma. En is dat zo meteen weer terug naar de pitbox. En dan is het kijken waar we dan zo meteen staan namelijk. En ik heb ervoor besloten om nu even een setje op de soft te gaan doen. Kijken hoe dat gaat opleveren. Want het gat is 1.6 naar Mark Webber in zijn Red Bull toe. En ik verwacht ook dat ik met hem een flinke strijd moet aangaan om de pole position en de wedstrijd te kunnen winnen van deze Australiër. Een halve seconde sneller in sector 1. We hebben Fernando Alonso wel voor ons. Die rijdt op P2. En hoop ik dat hij ons hier niet in de weg rijdt. Nou Alonso. Aan de kant jongen. En ik ben hier niet blij mee. Wat hij daar deed. Hij kon gewoon van zijn gas af. Alleen dat deed hij niet. Dan is het zometeen de vraag wat wij in sector 2 laten noteren. 55.7. Een seconde sneller dan onze vorige tijd in deze practice. We schieten hier wel wat door. Maar dat is geen probleem. Tot nu toe. We moeten gewoon dit rondje veilig af zien te maken. En dan gaan we gewoon door naar de kwalificatie. En ik denk dat wij op P2, P3 belanden. Ik weet niet... Of wij pole position op dit moment dan in de practice kunnen afpakken van Mark Webber. Want wij maakten daar een klein foutje in de ene laatste bocht. En dan geef ik hier echt alles in deze auto. En wij zetten een 1.39.9 neer op P2. 0.3 langzamer dan Mark Webber. De uitslag van de practice. We zijn doorwezen naar P5. Vettel pakt die plek af. Webber 98.000ste langzamer en Button een 10e langzamer. Wij dus 14e langzamer. Maar dat geeft helemaal niks. Di Grassi stelt weer teleur op de laatste plek.
En dan gaan we gewoon door naar de kwalificatie. Hier zijn we dan dus bij de kwalificatie voor de Grote Prijs van China natuurlijk. Het is droog. Geen regen voorspeld, gelukkig maar. En mijn teamgenoot gaat er al gelijk uit, Lucas Di Grassi. Ik denk dat hij al nu alvast een banker gaat neerzetten. Een banked lap, noemen ze dat. En wij zijn hier dus nu ook aan de beurt voor onze eerste snelste ronde in de kwalificatie voor de Grootprijs van China. En deze bocht verpest ik steeds. Want ik ben gewend dat je hier veel later kan inremmen. Wat ik dus ook probeer, alleen dat mislukt dus. Button met een 1.39.7. Oh, we schieten daar, we hebben daar wel een bocht afgesneden. Dus moeten we het opnieuw gaan proberen. En dan gaan we ronde nummer 2 in. En dan is het hier heel moeilijk deze eerste bocht goed te nemen. Want deze auto heeft weinig downforce. We komen op P6 op een 1.40.4. Oké. Dat is wel goed, vind ik. En dan is het zometeen kijken of wij nog een ronde, deze ronde dus gaan doen, of terug naar de pitbox. We gaan natuurlijk de pitbox. 3/10 sneller. Mooi. Ook 3/10 sneller dan Mark Webber, zie ik. Dus we kunnen er wel wat van in deze Virgin. Helaas blokkeren wij een paar banden. En dat verpest onze exit. En ik denk dat ik deze ronde gewoon afmaak. Ja, ik maak hem gewoon af om te kijken waar we gewoon staan bij dit rondje. We zetten een 1.39.7 neer op P4. Mooi. Jeff waarschuwt ook voor de pit fuel. De fuel eigenlijk. Terwijl Massa hier gewoon in de weg rijdt. Ik weet niet wat hij daar aan het doen was. Maar hij moest daar gewoon aan de kant. Dat deed hij niet. En dus hebben we nu Felipe Massa achter ons. Die we niet voorbij gaan laten. 97.000 langzamer. Maar 3/10 sneller dan Mark Webber in sector 1. Dus we verliezen het in sector 3, denk ik. Daar komen we over start finish met een 1.38.6 de pole position gepakt. Mooi. Ronde nummer 5 van de kwalificatie dus. Maar Webber is doorwezen naar P2. En ik verwacht dat hij nog voor de pole gaat strijden. Dat hij nog een ronde erachteraan plakt. Dat doet hij niet. 2/10 dus verschil met Mark Webber. We staan dus op pole. Mooi. En dan gaan we gewoon door naar de Grote Prijs van China. Daar zijn we dan dus, de race. En dan is het gewoon deze 22. Rob zegt dat er in één keer een paar nieuwe dingen zijn bijgekomen. Helaas kan ik niet naar de Prime gaan. Maar ja, we hebben wel mooi dus de pole gepakt. En dan is het gewoon de race starten. En hopelijk ook de race gaan uitrijden. Hopelijk een overwinning. Let's fire up the engine. En dan is het dadelijk op weg naar de grid. En dan volgt zoals altijd dat spannende intro van F1 2010. Dat opbouwen van de zenuwen bij de start. Altijd geweldig. En dan gaan we het gewoon zien voor de Grote Prijs van China. Career aflevering 4. Wij starten vanaf pole position. Fernando Alonso op P5. En Lucas Di Grassi op de laatste plek zoals altijd. Mark Webber hebben we naast ons aan. Daarachter Button. Daarachter Felipe Massa. En ja, en ze verwachten hier weer een puntenfinish. Want de lampen is aan voor de Grote Prijs van China. Mark Webber start dus naast ons. En we zijn onderweg. En het is een goede start. Want we knijpen al gelijk Mark Webber af. Die kan nergens naartoe. En Webber verliest de plek aan Jensen Button. Maar wij verdedigen die plek van Button. Terwijl Webber weer die positie heeft terugveroverd van Button. Maar wij nog steeds de leiding behouden. Button heeft een hele slechte start. Die schiet ook volgens mij ook door. P5
Button is doorgeschoten. Zag ik op de map. Maar hij heeft zijn fout hersteld. Want even zag ik Vettel en Massa naar 3 en 4 gaan. Dat is dus niet waar. En Webber is er gelijk 1.9 sneller in sector 1. Dat is heel snel. Want we hebben nog een hele lange weg te gaan. 22 ronden. Dus de wedstrijd is best wel lang. En dan is het zometeen gewoon weer de race controleren zoals altijd. Want dat doen we meestal namelijk. Maar dus de leiding behouden. Webber naar 2. Button 3. Massa op P4. En dan is het zo meteen gewoon naar de pitstops toerijden dus. Ronde nummer 3. Inmiddels 66.000 is Mark Webber langzamer in sector 1. Button is 16e langzamer en Massa is een seconde langzamer. Of dat is het gat naar mijzelf dus. Want Webber zit er wel dicht op. Button is zoekgereden. Webber en mijzelf strijden dus om de leiding in de Grote Prijs van China. Maar nog steeds dus de leiding behouden. 3/10 sneller in sector 2. Gat is 4/10. En daarachter zit Button ook op 4/10 van Mark Webber. En dat midfield is enorm close, zie ik. Mijn teammaatje rijdt helemaal achteraan. En wij rijden hier gewoon nog gewoon op de eerste plek. Geen fouten maken. Nou. Mooi. Geen fout is eigenlijk gemaakt. We schoten wel een klein beetje door. Maar het is niet echt een fout. Dan is het zometeen ronde nummer 4 ingaan natuurlijk. We zetten de snelste tijden met een 1.40.4. 1.3 sneller. En we hebben het een 1.41.6 neer. Als ik dat goed zeg. En iemand gaat een bandenchange doen. We schieten daar wel door. In de ronde nummer 8. En mijn voorbanden zijn er ook gewoon helemaal aan. Dus ik ga naar binnen. Schumacher op P2. Kubica naar 3. En Webber. Dan hoop ik dat wij voor Webber eindigen. Want wij doen nu een overcut op Mark Webber. We hebben een paar ronden gewacht. Want Webber is al een aantal ronden op de harde band bezig. En dus moet deze pitstop heel goed gaan. En dan komen wij hopelijk voor Mark Webber weer de baan op. Schumacher is naar binnen. Kubica is naar binnen. 4 seconden heeft het geduurd. Waar is Mark Webber? Daar is Mark Webber. Hij komt nu over het finish. En we komen er voor. Net voor. Mooi, gelukkig maar. Dus de undercut van Mark heeft niet gewerkt. Huh? Gaat Webber nou opnieuw naar binnen? Dat zal toch niet het geval zijn? Of is hij naar de zachte band gegaan? Is hij naar de option band gegaan? Dus niet naar de prime. Oké, dat is interessant. Dan doet hij soft, soft, hard. En wij doen gewoon soft en hard. En dan rijden wij de race ook gewoon op uit. 17e is Webber langzamer. In sector 1. Dus deze banden komen wel naar ons toe. Gelukkig maar. Nog 12 ronden te gaan. En dan zit de wedstrijd er alweer op. Het gaat hard namelijk. Button naar 3. Rosberg naar 4. Maar ik ben wel benieuwd wat Mark Webber gaat doen. Zeventiende is Webber langzamer dan mijzelf. Dus alles verloopt nog op rolletjes, gelukkig maar. Maar als dat niet zo is, dan moet ik echt hard gaan knokken. Net als in Maleisië, waar het gruwelijk misging. Ook tijdens de pitstops. Ronde nummer 14, Webber is naar binnen gedoken. Button en Rosberg dus naar 2 en 3. En Massa naar P4. We hebben al een groot gat naar Jensen Button. Ik weet niet of dat komt omdat hij naar binnen is gegaan. Of omdat wij gewoon als een gek zijn lopen pushen. De banden zien er nog heel goed uit. Maar dat kan je ook wel verwachten van de harde band. En dan gaan we zo meteen ronde nummer 15 in. Dan komen we bij het laatste deel van de Grote Prijs van China.
Hoop ik dat we dan geen achterblijvers tegenkomen, want dat zou wel heel fijn zijn. We nemen die laatste bocht hartstikke vol. En we zetten een 1.40.0 neer. Precies 1/14 sneller dan onze beste tijd. Precies 1/14. Lucas Di Grassi rijdt op de laatste plek, P24. Dus de Braziliaan stelt weer teleur, terwijl we de auto bijna verloren. Ronde nummer 16 inmiddels. Oh, iemand is daar stilgevallen. Dat is Lucas Di Grassi, die is gespind. In bocht nummer 3. En hij is weer op de baan. Maar dat is wel de eerste achterblijver die we tegenkomen. Ons teamgenootje Lucas Di Grassi. In de Marussia. En ik hoop toch wel dat hij een goede vorm pakt. Zodat hij misschien ook wat punten kan meepakken. Want vooralsnog doe ik al het werk. En dat is dus niet de bedoeling. Want dat wil ik ook niet. Want anders moeten ze mij direct eerste rijden maken. En ja. Dat is voor mij wel acceptabel. Ga ik ook meer verdienen bij Marussia. Terwijl Di Grassi op een ronde wordt gezet. Dat is heel pijnlijk voor mijn teamgenoot. Volgens mij reed hij ook op de zachte band. Dat is extra pijnlijk. Om te zien dat wij gewoon op de harde band sneller zijn. Dan ons teamgenootje op een compound zachter. En deze chicane nemen dus weer wel mooi goed. Ronde nummer 18. Oh, Karun Chandok. Karun Chandok kwam daar even op een ongepaste wijze terug op de baan. En dat ging maar net goed. Beter in je spiegels kijken, Chandok. Want anders, ging dat heel fout aflopen. Maar dat is dus niet het geval. Dat was ook niet gebeurd. Maar ik ben hier gewoon niet blij mee. En ik gun Chandok hier ook helemaal niks. Hij zit dus nu wel achter mij. Dus hij gaat mij proberen weer in te halen, denk ik. Om van een rondje achterstand te ontdoen. Maar ik ben hier niet tevreden mee. Helaas ga ik ervan uit dat de FIA niks hier aan doet. Want we kennen geen blauwe vlagregels in F1 2010. Oh, de auto waren we daar bijna kwijt. En Chandok heeft die plek weer terug veroverd. En dus ga ik denk ik even iets doen om wraak te nemen bij hem. Voor dat eerdere moment uit de pitstraat. Ik dacht ik neem daar een wijdere lijn. Nou, Chandok aan de kant. En dan duw ik hem hier gewoon wijd. Is hij een deel van zijn voorvleugel kwijtgeraakt. En dat is gewoon karma. Wat hij daar in ronde nummer 18 bij mij flikte. Alonso zou trots op mij zijn geweest. De laatste ronde loopt inmiddels. Dan is het gewoon de auto naar huis rijden. Weer een overwinning gepakt in F1 2010. Mijn derde volgens mij. Daar zijn we dan op het lange rechtstuk. Wij winnen het grote prijs van China. En het was een fantastische wedstrijd. Echt waar. Amazing! Brilliant result, man! Nobody expected that! Well done! Oef, Rob. Alweer. Oef. Niemand had dat verwacht. Ik startte vanaf Polman. Kom op! Leer je feiten even, alsjeblieft. Nou, 85 punten. Mooi. Dus we hebben een grotere voorsprong. Webber, Button en Alonso verte om plek 2. Maar wij kunnen dus lekker relax gaan doen voor de komende race in Spanje natuurlijk. En de rest allemaal op 0 punten. We pakken de leiding in het constructeurskampioenschap. We nemen die leiding over van McLaren. En dan hebben we hier de persconferentie. Met Hamilton en Alonso. You set your stall out this weekend with a pole position in qualifying, then really capitalized on this in the race.
A perfect weekend, wouldn't you say? Ja, zeker. Hartstikke zeker. Pol gepakt, de race geleid. A fantastic en de race gewonnen. Your teammate must be starting to fear for his seniority within the team. Nou, hij heeft nog 0 punten gepakt. Dus ja, het ziet er wel goed voor mij uit natuurlijk. Daar zijn we dan in de paddock. En dan gaan we ons opmaken voor Catalonia. Dat is de volgende aflevering die je kunt zien op mijn YouTube kanaal. Ja, dit was dus de video mensen. Ik hoop dat je genoten hebt. Als je genoten hebt, beloond het met een like. Ben je nu het kanaal meer wekelijkse aflevering van F1 2010 te creëren moet zien. Ram dan genoeg de abonneerknop en schakel ook lekker bij dit op alles aan. Zodat je een enkele video van mij mist. Reageer wat weet ik dat moet worden op deze video. En vooral liken, smash gewoon die like button. Volg me even op Instagram, link staat in de beschrijving. En dan zou ik zeggen, een fijne dag verder. En tot ziens, tot de volgende keer bij F1 2010 de Career Mode. Ga verder in Spanje.